Ja, dit is heel duidelijk te zien, Maxime. Je bent heel diep gegaan vandaag. Ja, dat is echt een lastige dag. Op waar het doet, heb ik echt afgezien, had ik net niet mee. En daarna heb ik ook geen bidonnen meer kunnen aanpakken, omdat mijn handen nat waren en de bidonnen waren ook nat. Dus ik was een beetje echt kapot op het einde. Maar het blijft een monument, dus dan moet het tot aan de finish gaan. En dat heb ik ook gedaan. Is het die regen die die wedstrijd in één keer nog veel zwaarder maakt? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de wedstrijd gewoon zelf heel zwaar was en het regen die echt een grote impact had. Soudal legt een loper uit voor Remco Evenepoel richting de Redoute. Zo afmattend was het daar? Ja, de Redoute ging heel lang. Ik verschoot echt van, die lag echt rap. En voor mij liet twee jongens van Ineos liet een gaatje, dus ik moest twee keer een gaatje dichtrijden. Dat was wel wat jammer. En dan versnelde ze, ik kon wel mijn tempo blijven rijden, maar toen ik boven kwam was ik echt eraan van de moeite. En zat ik samen met Woods in de afdaling. Dan hebben we nog een beetje rondgedraaid en kwamen we bij dat groepje ervoor en dan was het opnieuw koers. Maar dat is gewoon echt stervende zwanen, om de beurt een keer springen en wat gaten dichtrijden en naar de finish rijden samen. Toch denk ik dat jij heel veel van jezelf geleerd hebt dit voorjaar. Ja, in de positieve zin? Ja, geleerd misschien niet, maar wel aangenaam verrast natuurlijk. Dat allemaal heel goed is meegevallen. Ik had het gehoopt dat het zo ging gaan en het is perfect gegaan zoals ik wou, dus daar ben ik al heel blij om.